Good morning. Vault-Tec calling. Hallo iedereen, de laatste volwaardige Fallout-game is intussen al meer dan 5 jaar oud en het zal wellicht nog meer dan 5 jaar wachten zijn op Fallout 5. Maar dankzij de geslaagde start van de tv-serie op Amazon Prime Video komt de franchise terug tot leven. En dat was het geschikte moment voor een heel late upgrade voor Fallout 4 voor de huidige platforms. Wat mag je nu verwachten van die update die intussen ook nog heel recent een patch kreeg? De upgrade is voornamelijk grafisch en dan nog moet je dat met een stevige korrel zout nemen. De nieuwe versie van Fallout 4 kon even goed volgen zodra de PlayStation 5 en Xbox Series XS op de markt verschenen, maar dat is niet gebeurd. Want wat Fallout 4, althans deze next-gen versie of deze upgrade precies doet, is niet bepaald indrukwekkend in vergelijking met upgrades van andere games. Je krijgt oplossingen voor meer stabiliteit, want Bethesda games zijn niet bepaald bekend voor hun bugvrije ervaringen. Performance mode en quality mode, waarbij verschil merkbaar is tussen resolutie en framerate, afhankelijk van welke modus je kiest. Er is uiteraard een optie voor 60 frames per seconde, een heleboel fixes en gratis content van Creation Club, het platform waar fans eigengemaakte inhoud delen met anderen. Hier zitten outfits in, meerdere onderdelen om nederzettingen uit te bouwen en zelfs een quest. Op PC zijn de upgrades vergelijkbaar, maar je krijgt daar ook ondersteuning voor widescreen en ultra-widescreen. Een belangrijke vraag die daarop volgt, is dit dan een nutteloze upgrade? Helemaal niet. We zijn 9 jaar na de release en om Fallout 4 nu te kunnen spelen tegen een hogere vloeiende framerate, met veel kortere laadtijden, want die zijn nog altijd vrij talrijk, is dit de beste manier om Fallout 4 te spelen en dat kan ik zelf bevestigen na 70 uur spelen in deze modernere versie. Zulk groot verschil blijven 60 frames per seconde maken tegenover de verouderde 30 frames per seconde. Bovendien hebben velen onder jullie misschien die game gemist, omdat jullie pas later in gaming zijn beland. En dan is dit een uitstekend moment om in het Fallout-universum te duiken. Alle uitbreidingen zijn bovendien ook geüpgrade voor de huidige platforms en gezien de lagere prijzen van de game kun je het volledige Fallout 4-pakket zelfs met een korting tegen een heel mooie prijs op de kop tikken. Nog één vraag die het verdient om beantwoord te worden, die je jezelf misschien stelt. Ga ik wel iets begrijpen van Fallout 4? Ik heb de vorige games niet gespeeld of de show nog niet gezien. Kan dat mijn plezier hinderen? Het antwoord is ook hier nee. Je kan zelfs perfect de show eerst bekijken en dan in Fallout 4 duiken. Of omgekeerd. Beide games schetsen de situatie van de apocalypse vrij duidelijk en sleutelfactions spelen in beide media een rol, al ga je veel meer ontdekken in Fallout 4. De show is duidelijk gemaakt om over meerdere seizoenen heen verder te graven in de lore en meer details van de games stelselmatig te onthullen. Elke Fallout game behandelt bovendien andere vaults in een andere regio van de Verenigde Staten, maar binnen hetzelfde universum. Het zou zelfs niet ondenkbaar zijn dat Bethesda over de loop van de komende jaren, om de hype evenwijdig met de tv-serie op te bouwen, Fallout 3 en Fallout New Vegas zal remasteren en heruitbrengen, zodat een volledig nieuwe generatie gamers ook deze games ontdekt. En verkopen zullen de games zeker doen in dat geval. Want de show is al ten eerste een hit en Fallout 5, een lang verwachte sequel, wordt pas ontwikkeld volgens Bethesda Game Studios na Elder Scrolls 6. En dat kan gemakkelijk nog 5 tot 10 jaar duren. Jawel, zo lang nog. Dus de revival van Fallout is intussen meer dan wel gekomen. Ik sluit af op typische Bethesda-wijze. Er zijn nog steeds irriterende bugs en glitches in de nieuwe versie, zelfs na de patches. Personages die verdwijnen in het midden van een gesprek of belanden op een dak in je playthrough, dat ben ik allemaal tegengekomen. Maar het totaalpakket weegt meer door dan die foutjes. Het blijft een diepgaande shooter-RPG met de nadruk in Fallout 4 op shooter, waarbij je een mainquest volgt, vele vriendschappen sluit in een open wereld met personages, sidequests aangaat, tientallen locaties ontdekt in de wasteland met interessante verhalen of achtergrondverhalen, waaronder andere vaults dus, in verschillende gebieden zelf nederzettingen kan bouwen zoals je wil en mensen aantrekken om alles te helpen onderhouden en beschermen, armor en wapens die je ineen knutselt of aanpast en uiteraard is er een heus power armor om in rond te wandelen. Dus als je het eerste seizoen van de show hebt gezien en het kriebelt om zelf als Vault Dweller wat Red Roaches neer te schieten en Nuka-Colas te proeven,
dan is dit nog steeds een heel geschikt moment om in de fascinerende wereld van Fallout te stappen. Tot zover ons korte overzichtje van Fallout 4, of althans die next-gen upgrade. En die upgrade is inmiddels beschikbaar sinds 25 april 2024 voor Windows, PlayStation 5 en Xbox Series XS. En de upgrade is volledig gratis als je een eerdere versie bezit. Meer Fallout nieuws verwachten we sowieso in de nabije toekomst, hopelijk remasters of remakes van de oudere games. Dus voor al die nieuwe informatie ben je aan het juiste adres bij ons en dat is Eurogamer.nl. Fijn dat jullie er weer bij waren en dan zie ik jullie graag in een volgende video terug.